Een heel goeie avond, het is woensdag. Dat wil zeggen, tijd voor een nieuwe aflevering van Belleria. De laatste van dit seizoen, voor we op verdiende vakantie gaan. Ik heb alvast mijn vakantiekleding aangetrokken. En mijn laatste gast voor dit seizoen is een politicus, voorzitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken. Goedenavond. Goedenavond, welkom in Brussel, welkom bij mij thuis. Er hebben hier al veel mensen voor u gezeten. Premier De Croo heeft hier gezeten, Jos Daze van PvdA heeft hier gezeten, PvdA moet ik zeggen, sorry. En telkens vraag ik aan die mensen een beetje hetzelfde. Stel u zelf eens voor in drie woorden voor mensen die u niet kennen. Enthousiast, eerlijk, principieel. Oké, dat is duidelijk. Dat is een openingsvraag van mij, maar de vragen moeten vandaag vooral van jullie komen. Dus drop ze in de chat op YouTube en dan kan ik ze voorleggen aan Tom van Grieken. Ik heb wel al gemerkt dat er al bijzonder veel vragen zijn binnengekomen, dus ik ga soms vragen om geduld te hebben, want we gaan niet alles kunnen doen. Maar ik wil sowieso beginnen met een opwarmertje nog. We hebben maandag al een oproep gedaan aan mensen, wat willen jullie eens vragen aan Tom van Grieken? En op Instagram is dan onder andere binnengekomen, waar is je passie ontstaan voor politiek? Ik zal proberen zo kort mogelijk te antwoorden. Twee dingen eigenlijk. Eén, er is weer thuis niet over politiek gesproken, maar er werd wel over het nieuws gesproken. Dus ik kom niet uit een politiek gezin, maar wel uit een gezin waar naar het tv kijken, het nieuws, het journaal, wel altijd vast op het programma stond. Ik mocht ook gaan slapen na het nieuws. Dus dan moest ik zeker het nieuws uitzien, waardoor ik enige interesse ontwikkelde. Twee, we zijn in Hartje Brussel, maar ik ben van, je hoort dat niet aan mijn accent natuurlijk, maar ik kom uit Hartje Antwerpen, van de Carnotstraat. Dat is het laatste stukje van de Turnhoutse baan aan het Astridplein in het Centraal Station in Antwerpen. Dus ik ben opgegroeid in een multiculturele wijk, in een multiculturele school. En daar mocht iedereen zijn identiteit beleven. Je mocht trots Turk zijn, je mocht trots Pakistan zijn. Maar als je trots Vlaming waart, dan, ik denk daar de linkse leerkrachten voor, dan moest dat verdacht gemaakt worden. En dan werd ik een beetje opstandig. Dat begreep ik niet. En dan kreeg je dus twee aspecten. Ik identificeerde mij als Vlaming, want ik sprak thuis Nederlands. Ik had een Vlaamse cultuur van thuis uit. En er was ook een enige partij toen, in 2003, die zei, ja, die multiculturele samenleving, dat heeft wel voordelen, maar heeft ook heel veel nadelen. En dat aspect nadelen, ja, dat werd ontkend door linkse leerkrachten en eigenlijk toen zeker door alle partijen. En dus dacht ik, je kunt zakkeren, je kunt zagen. Ik weet dat ik ooit tegen mijn Fokke, mijn grootvader, zei, die mopperde altijd over de banken dit en de politiek dat. En ik vroeg als snotneus aan hem, als je niet allemaal gelijk hebt, Fokke, wat heb je er eigenlijk aan gedaan? En hij viel stil en zei, ja, wat kan ik hier eigenlijk aan doen? En ik dacht bij mezelf, als ik later zo'n Frankje kleinzoon heb, en die stelt aan mij de vraag, ja, al uw gemopper daar, grootvader, wat heb je eraan gedaan? Dan wil ik op zijn minst kunnen zeggen, ik heb geprobeerd het te veranderen. Oké, dat is dus, dames en heren, Tom van Grieken, die zegt dat hij me kort op een vraag gaat antwoorden. sorry. We zijn gewaarschuwd. Wat me meteen opvalt in uw eerste antwoord is, je gaat hier meteen al een heel veel groep mensen kwaad gemaakt hebben, consequent linkse leerkrachten. Ja. Ja, ik vind dat... Ik kan mij voorstellen dat er veel mensen zijn die in het onderwijs staan die dan vloeken als ze zoiets horen. Hè. Ja, maar laat me zeggen, ik vind dat een leerkracht die voor de klas staat neutraal moet zijn. Er is geen plek voor ook rechtse leerkrachten. Leerkrachten mogen een mening hebben, hè, maar ze laten die best achter zodra ze de schoolpoort binnenwandelen. Maar ik heb sinds mijn scholierentijd een ongelooflijke... Gevoeligheid voor volwassen mannen en vrouwen die uw machtspositie misbruiken, dat is echt vies, ten opzichte van minderjarigen, om een politieke mening te implementeren en op te dringen. Moesten wij zo stemtestjes doen? En dan komt de leerkracht, nee, dat is een verkeerde partij, dat Vlaams Blok. Daar mogen je niet op stemmen. Zowel kunnen zij, die partij is veroordeeld voor racisme, dus misschien was dat ook een verkeerde partij? Toen was dat nog niet het geval. En het Vlaams Belang is niet veroordeeld geweest. En ik zou alleen maar Pater Leman, toen de betrokkenen voor het proces op te starten, die zei, ik zou nooit het Vlaams Belang of het Vlaams Blok in 2004 nog voor de rechtbank dagen. Dus ik denk dat dat een discussie is van het verleden. Maar Ik vind dus fundamenteel dat een leerkracht neutraal moet zijn en geen mening moet opdringen, of die mening nu links of rechts is. Alleen stelt het zich niet zo vaak voor dat rechtse leerkrachten hun mening opdringen. Het zijn toch telkens weer die linkse leerkrachten die klasjes meesleuren naar klimaatmarsen verplicht. Ja, daar krijg ik de boebelen van. Oké, dat is duidelijk. Dat was even de opwarmer. De vragen blijven binnenstromen. Wat mij opgevallen is, meneer Van Grieken, ik ga er eens een vraag bij halen van een zekere JH. En dat is denk ik actueel. Er zijn nog meer vragen over. Waarom horen we Tom altijd spreken over law and order? En is hij nu muisstil over het proces rond Reuzegom? Dus voor de mensen die niet mee zijn,
zaak Sandadia, en ik denk dat iedereen mee is. Er zijn echt meer dan... ik heb hier nog vragen binnengekregen. We kunnen ze nog eens bijpakken via Instagram. En Vlaams Belang blijft opvallend stil rond de Reuzegom-affaire. Wat is zijn standpunt? Welke mening hebt u over het hele gebeuren rond het proces over Sandadia? Wat vindt u van de zaak Sandadia? Vlaams Belang wil de zwaardere straffen, maar blijft stil in de zaak rond Sandadia. Heel veel mensen zitten te wachten op uw gedacht. Ik heb het ook niet gevonden op uw Twitter-account. Ja. Voor een keer. Omdat voor de partij, het Vlaams Belang en de vraagsteller zegt het correct, is de partij van law and order. Wij willen hogere straffen, hardere straffen, die effectief worden uitgezet. Ongeacht welk het voorval het is. Dus in deze is dat zo. Waarom ben ik iets... wat wil ik over het geval zelf zeggen? Ik vind het bijna onbegrijpelijk dat ze er zo licht vanaf zijn gekomen. Maar werkstrafjes, boetes die... peanuts zijn, dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. En ik hou niet van de discussie die ontstaat. Je mocht er niks over zeggen over de strafmaat. Tuurlijk mogen er iets over zeggen. Politici mogen zich erover uitspreken, moeten zich erover uitspreken. Een uitspraak van een rechter staat niet los van het maatschappelijk debat. Dat is één. Twee, waarom ik nu niet expliciet heb getweet over de zaak van... Want ik vind het ook trouwens verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Dat is een ongeluk, waar sommige mensen niet tijdig genoeg hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Mocht daar wat meer volwassenheid zijn, dan had Sanda gewoon nog geleefd. Ik ben ook geen fan van dopen, misschien op die vraag te antwoorden. Ik ben zelf... Die vraag is ook een paar keer gekomen. Ja, ik ben zelf 4 jaar prezes geweest, maar wij doopten nooit met eieren. Wij dronken wel wat pintjes, maar nooit vetzakkerij. Ik vind dat niet fijn. Langs de andere kant, mensen kiezen ook voor die type doop. Ik hou niet van de betoetelende samenleving, van dat mag niet, dat mag wel. Dus ik vind, mensen maken de keuzes, maar ik zou er niet rouwig om zijn dat het concept vettige dopen, dat verdwijnt. Meteen een antwoord op de vraag van JL. Vindt u niet dat de vaak vernederende cultuur van studentendopen veranderd moet worden? Ja, tuurlijk. Ik vind niet dat nodig is, maar het concept van ontgroening, je moet taakjes doen of dingen, opdrachtjes uitvoeren om bij de club te horen, dat mag. Twee... Als je naar het universiteit of de hogeschool gaat, ben je volwassen. En je moet leren omgaan met die vrijheid. Niemand verplicht iemand om bij een studentenclub te gaan. Het is niet omdat je dat vrijwillig doet, dat je daarom de dood moet gejaagd worden. Dat is een andere discussie. Daar moeten de verantwoordelijken voor gestraft worden. Maar men mag niet vergeten, er is niemand die verplicht is. Er zijn heel veel mensen die hun studententijd heel gelukkig doorbrengen zonder bij een studentenclub te zijn. En dan over het voorval zelf. Ik betreur het wel een beetje dat het geval Sandadia nu gebruikt wordt om de racismekaart te trekken. Er zijn nu betogingen in Rotterdam of in Nederland bezig over het structureel racisme bij dopen in Vlaanderen. Ja, dat is flauwekul. Daar heeft dat proces ook uitgemaakt. En ik weet niet of je dat weet, maar in dezelfde periode, 6 maanden later, was er een Waalse jongen die omgekomen is bij een doop. Alleen had hij geen allochtone roots. Geen betogingen, geen hysterie. Dat vind ik een beetje flauw. Ik vind gewoon, te koer, moeten er zwaardere straffen zijn. Ja, want ik hoorde u aan het begin van uw antwoord een woord gebruiken dat deze week ook gebruikt is door iemand anders. Misschien een bijzondere bondgenoot, Sammy Medi, gebruikte ook het woord werkstrafjes. Ja, ik vind dat is een verkeerd signaal. Voor mij had dat gerust op een strafblad kunnen staan. En ik denk een werkgever die vraagt, wat is dat hier nu toch? Als je al uw blanco strafregister moet voorleggen. En je legt dat uit. Ik was jong, ik heb mijn verantwoordelijkheid niet genomen, ik heb er een straf voor gekregen en ik zou dat nooit meer opnieuw doen, ik vind dat erg. Dan denk ik dat je als werkgever er ook coulant kunt in zijn. Maar ik er trouwens wel op wijzen, want dat vergeet ook iedereen, want het is eigenlijk bij sommigen wel lijkenpikkerij, vind ik, van te reageren. De familie van Sandadia heeft gezegd, wij wensen niemand in de gevangenis te zien. Dus voor wie zijn die PvdA'ers eigenlijk allemaal aan het protesteren? Voor Sandadia? Voor zijn ouders? Voor de mensen die gestraft zijn? Of misschien voor de vraag die Jezus, de Zoon van God... Mensen hebben op YouTube soms bijzondere gebruikersnamen de groep wil ingooien. Hij zegt, het heeft niks met kleur of afkomst te maken. Het is gewoon klassejustitie. Het is een woord dat ook vaak is gevallen de voorbije week. Het gevoel dat als je in dit land beschikt over heel goede financiële middelen of uit een bepaald milieu komt, dat je dan minder kans hebt om hard aangepakt te worden. Dat is op zijn minst het gevoel dat mensen hebben, los van of het ook feitelijk correct is. Hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat gevoel hier, begrijpelijk dat dat er is. Ik denk ook als je goede advocaten kunt betalen, dat je meer kans hebt om eronder uit te geraken of een lagere straf. Dat zal zeker zijn. Maar het voorbeeld in Vlaanderen, Sandadia en die Waalse jongen, ook de mensen die daar verantwoordelijk voor waren, zijn er afgekomen met een werkstrafje. Dus er is geen klassejustitie daaromtrend. Ik denk gewoon dat er een probleem is in justitie van straffeloosheid.
Men moet naar effectieve straffen durven gaan en hogere straffen en ze effectief laten uitzitten. Dat is de discussie. Dat mensen hier weer de racismekaart trekken, dat is feitelijk onwaar en heeft het proces ook uitgemaakt. Je moet weten, die zijn ook in essentie een vriend verloren, hè. Sanda was een vriend van de mensen die gedoopt zijn. Dat concept dopen, dat is een tragedie dat daar gebeurd is. Men heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen. En ja, kijk, daar moeten sancties op volgen. En dat die gevoelsmatig voor de samenleving te laag zitten, dat zal wel in dit geval zo zijn. Maar ik denk dat je heel veel gevallen kunt opsommen waar groepsverkrachters met een opstelletje vanaf geraken, waarbij doodrijders niet moeten gaan zitten en zo. Het is toekoer een gevoel van straffeloosheid. En dus, Vlaams Belang vindt in het algemeen Zwaardere straffen, effectievere straffen. Ja, wij zijn de partij van Law & Order. Zero tolerantie, ook kleine criminaliteit. De gevangenissen zitten natuurlijk overvol, dus veel mensen kunnen er niet extra bij proppen. Hè? Dat is juist. Maar in Nederland hebben ze heel snel gevangenissen bijgecreëerd, met een gevangenisboot. Maar niemand wil zeer in zijn achtertuin ook zo'n probleem als maar er een nieuwe gevangenis moet gebouwd worden. Een gevangenisboot, dat gaat. Hè. We stellen een dok, een paar honderd extra cellen. Maar 40% van de gevangenen in onze gevangenis hebben niet de Belgische nationaliteit. En 30% van onze gevangenen daarvan is illegaal op het grondgebied. Dus als we nu de mensen die niet onze nationaliteit hebben hun straf in het land van herkomst laten uitzitten, hebben we plots 40% extra gevangeniscapaciteit. Maar ja, dat land van herkomst zegt vaak nee, bedankt. Dat is juist. Maar dan moet je de onderhandelingen deftig voeren. Maar als je criminele onderdanen niet terug wilt, wilt je onze ontwikkelingssamenwerking wel? Wilt je wel onze economische relaties? Dan moet je je economische hefboom en je financiële hefboom gebruiken. Wilt je plek in de gevangenisseriaat, dan moeten we de niet-Belgische criminelen een enkeltje terugsturen naar hun eigen land. Okay. En het is veel oncomfortabel, denk ik, in een gevangenis in Marokko bijvoorbeeld te zitten, dan in de Begijnenstraat in Antwerpen. De Hoge Raad van Justitie heeft wel aangekondigd dat die een onderzoek willen gaan doen om te gaan kijken hoe de rechtsgang in dit dossier precies is verlopen. Dat hebben ze daar straks aangekondigd. Goeie zaak? Goeie zaak. Ik denk dat de conclusie... Ik heb een debat gezien op Ter Zake tussen de twee advocaten, als ik me niet... Ter Zake was het. En daar, los van de standpunten dat ze hadden, waren ze er allebei over eens dat het proces correct is verlopen. Wilt men nu het twijfel in de samenleving wegnemen in extra onderzoek? Transparantie in beleid is altijd een goede zaak. Oké. Ik ga nog eens kijken of er nog iets is binnengekomen over... over Sanda. We kunnen er gewoon eens doorscrollen. Misschien moet Lara mij nog een beetje helpen, anders gaan we gewoon over iets anders beginnen. Of ik kom nog eens terug voor alle vragen te beantwoorden. Bel Riyad met Tom, deel 2. Kan dat toestel voor de camera weg, vraagt iemand. Ja, dat is de microfoon waarin we praten. Dus ja. Dat is wat moeilijk. Goed, het is vandaag 7 juni. Dat wil zeggen, over een jaar zal je ongetwijfeld vol adrenaline en spanning zitten, want op 9 juni gaan we met z'n allen naar de stembus voor verkiezingen. Virtueel gezien zijn jullie op dit moment de grootste Vlaamse partij. De facto ook de grootste Belgische partij. Is het Vlaams Belang volgend jaar in de Vlaamse regering? Goh, dat weet ik niet. Als je de grootste bent? Riet, als ik een glazen bol zou hebben, dan deed ik mee met euromillions en zat ik niet in de politiek. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Wat ik wel weet is, als de kiezers ons de kans geven om de grootste partij te worden van Vlaanderen, dan krijgen wij wat dan heet het initiatiefrecht om een regering te vormen. En die kans wil ik proberen te grijpen. Dus mijn hoogste doel is zorgen dat we de grootste partij kunnen worden. En dan gaan wij alles uit de kast halen om eindelijk Vlaanderen een rechts- en Vlaams beleid te geven. Ja, want Ine Muilaert zegt, met wie bent u dan bereid om samen in de regering te stappen, net zoals Louis Mertens, met wie wil je in de regering stappen? Natuurlijk een beperkt aantal keuzes in Vlaanderen. Nee, dat is niet zo. Wij kennen geen cordonsanitaire. Nee, wij gaan niet doen wat de tegenstanders ons uitsluiten en zo. Als wij de grootste zouden mogen worden en wij de formateur zouden mogen zijn, dan nodigen wij alle partijen uit. Van de PvdA, de Partij van de Allochtonen, tot de N-VA. We nodigen iedereen uit en we kijken wie wil er mee een rechts- en Vlaams programma uitvoeren. En dan zal waarschijnlijk heel veel partijen wel afvallen. Dan zal er een grote kans zijn dat de N-VA-achterban wel meer iets voelt om een rechts- en Vlaams beleid met het Vlaams Belang te voeren. Dat wat er nu bezig is tussen Bart De Wever en Conor Rousseau, die bromance, die zijn nu al zoete broodjes aan het bakken, dat ze na 24 verder zouden doen. Ik denk dat de N-VA-kiezer zich eens moet afvragen, met wie gaan we nu eigenlijk een rechts- en Vlaams beleid krijgen? Gaan we dat krijgen als we met Rousseau in de regering gaan, of gaan we dat krijgen als we met Van Grieken in de regering gaan? Ik denk dat Ine niet overtuigd is, want Ine zegt meteen een bijvraag, hoe werkt dat dan? Stel Vlaams Belang en PvdA samen. Denk je dat dat echt lukt? Laat ons inderdaad serieus zijn, meneer Van Grieken. Ik kan me niet voorstellen dat u met Groen
zelfs met Vooruit misschien, of zelfs dat u met een linkse partij een kabinet gaat vormen. Hè? In een ideale wereld zou dat kunnen, maar er zijn zoveel punten waar we in verschillen. Ideale wereld bestaan niet, is wel een heel goed programma. Ja, maar, is, ik zou er graag willen inzitten, maar bon, ze weigeren mij. Maar, u zit punt... hier al, dat is al... maar het is geen komisch programma. Hè? Maar goed, voor de vraag komen. Te antwoorden. Als wij hebben een jaar geen regering gehad. Kun je dat nog weten, van 19 mm-hmm. tot 2020, of diep 2020. En dan was er een voorstel om een extra fonds... vrij te maken voor meer geld voor de zorg. Dat kwam toen van de PvdA. Ze hebben ingediend, maar wij hadden ook in ons programma. We zeiden, goed idee, wij steunen dat. Waarom zouden wij een goed idee niet steunen? Ik denk dat mensen dat beu zijn. Ja. Dat als er een goed idee is in de politiek, dat de politici maar moeten samenwerken om dat goed idee uit te voeren. En niet zeggen, ah nee, het is een idee van die partij, dan keuren we het niet goed. We zijn toch geen kleuters, hè? Nee, dat is waar. Eland Peters, dit moet echt verschrikkelijk zijn voor jou. Ik ben gewoon mijn job aan het doen, dus ik doe mijn job eigenlijk heel graag. Maar Mieke van den Branden maakt wel een opmerking. En inderdaad, is het daarnet PvdA, de partij van de allochtonen. En zij maken dan de opmerking, steeds weer ranzige uitspraken. Waarom die reactie over PvdA? Verwondert het je dan dat je partij de partij van racisme en haat genoemd wordt? Laat ons eerlijk zijn, meneer Van Grieken. Je bent niet altijd... Oeh, dat was even tussentaal van mij, sorry. Je bent niet altijd of heel lief... voor de andere partijen. Ik denk dat dat is een heel zwak uitgedrukt. Hè? Ja, maar ik vind want dat... waarom inderdaad? Waarom zeg je de partij van de allochtonen? Omdat het de partij is. Maar dat hoeft toch niet? Maar ze zijn de partij van de allochtonen. Zij willen meer migratie. In het Vlaams parlement wouden ze lagere straffen voor verkrachters en zo. Ja, ze zijn de partij van softere straffen. Ze zijn de partij voor open grenzen. Ze zijn de partij die ons Vlaams identiteit onderuit wilt halen. Dus noem ik dat de partij van de allochtonen. Ze zijn niet de partij voor de arbeider. Weet je waarom? Ze zijn voor massamigratie, zij willen lage loonslaven binnenkrijgen, zodat dat het groot kapitaal, de werkgevers, minder loon moeten betalen. Zijn dat dan de partij van de arbeider? Dat denk ik niet. De arbeider, mensen die werken, die stemmen massaal op Vlaams Belang en niet op de PvdA. Dus, en ja, ik ben soms wat stevig tegen onze tegenstanders, maar nu gaan we toch niet zeggen dat Vlaams Belang met fluwelen handschoenen wordt aangepakt. Hè? If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Yeah. Zo is het nu eenmaal. Hè? Ik maak wel twee... ik heb twee rode lijnen die ik probeer voor mezelf en mijn partij te respecteren. We bekampen een politiek systeem, maar nooit mensen of individuen. Wat bedoel ik ermee? Ik kan hard zijn tegen politieke tegenstanders. Maar, en ik heb een probleem met massamigratie, maar niet met de sukkelaar die met zijn valiesje hier staat. Die wil misschien een betere toekomst. Het is het systeem dat dat toelaat en die mensen valse hoop geeft. Dus ik vind in onze communicatie dat we hard moeten zijn tegen politici, tegen partijen, tegen beleid, niet tegen individuen. En het tweede is... Het Vlaams Belang is een radicale partij. We zeggen het nogal stevig. We zijn radicaal, maar niet marginaal. Ik probeer, en dat doe ik nu toch al 9 jaar, ik heb niet de reputatie om een hele platte politicus te zijn. Ik kan eens een stevige uitspraak doen, maar ik ga niet onnodig beledigen of schimpen of choqueren. Dat ligt niet in mijn hand. Nee, oké, maar dan. U zegt van, ik bekamp systemen, partijen. Natuurlijk, als u het hebt over migratie, als u het hebt bijvoorbeeld over islam, over allochtonen, dat zijn natuurlijk begrippen waarachter heel veel individuen schuilgaan. En moeten er niet flauw over doen. Inderdaad, het taalgebruik daar rond is soms radicaal en wordt door die mensen wel heel vaak geperst, aangevoeld als zijnde chockerend. Oké, okay, maar we gaan niet... En laat ons niet eerlijk zijn, gekwetst wel vaak mensen. Ja, maar ik kan niet voor 6,5 miljoen Vlamingen mijn woorden zodanig wikken en wegen dat er wel iemand is gechoqueerd. En gekwetst zijn door een mening is niet erg, hè. Je gaat er niet dood van, Riaat, als je gekwetst bent. Nee, als je een kindje naar de kleuterklas stuurt en dan komt er ene... Ja, de Jan heeft mij een dikke genoemd. Dan zeg je, trek nu aan, de Jan is zelf een schelen. En gaan ze terug samenspelen. En gaan die mannetjes terug samenspelen. Maar eens je in de politiek zit, dan moeten we allemaal lief zijn voor elkaar. Ik ben niet lief voor politici, Riaat. Wat doen die met onze begroting? Gaat er in de begroting? Ja, maar het gaat over de mensen. Het gaat gewoon over mensen in de samenleving. Dat je in het parlement hard van leer gaat tegen een politieke tegenstander en die met de grond gelijk maakt op basis van inhoud en feiten. Ik denk dat iedereen daar heel hard voor zal applaudisseren. Maar het gaat meer over de mensen in de straat, de groepen waarover gesproken wordt. Soms ook door leden van uw partij op Twitter of soms, ja... Geef een voorbeeld aan over de islam. Ik heb een fundamenteel probleem met de islam. De ideologie dat de islam is. Net zoals ik een fundamenteel probleem heb met socialisme of met marxisme of communisme. Maar, ik maak wel het onderscheid, ik heb geen fundamenteel probleem met iedere moslim of iedere socialist. Het individu, ja... Toch zullen veel moslims dat anders aanvoelen. Ja, maar dat is heel gek. Dus als ik zeg, ik heb een probleem met de islam, dan is iedere moslim gechoqueerd. Als ik zeg, je hebt een probleem met de katholieke kerk...
dan is niet iedere katholiek geschoffeerd. Misschien moeten ze gewoon wat minder flauw zijn. Een beetje mijn op wat stoerder zijn. En dat het heel normaal is dat je kritiek kunt hebben op het idee, maar dat je daarom niet per se ieder individu wegzet. Dat is het grote verschil. Ik weet dat onze tegenstanders dat zeggen. Wij zeggen, we hebben een probleem met de islam, omdat het een religie is die mannen en vrouwen niet gelijk beschouwt. Ik vind dat een mening van een vrouw minder waard is dan een man. Dat, ja, hoe dat bijvoorbeeld homoseksuelen behandeld worden in de islam en de sharia, dat je ze maar van gebouwen mocht gooien. Ik heb daar een fundamenteel probleem mee. Beweer ik dat nu iedere moslim homoseksuelen van een gebouw wilt gooien? Natuurlijk niet. Maar als ik niet meer mag zeggen dat ik fundamentele problemen heb met een bepaalde religie, ja, dan stopt het debat. Vrijheid van meningsuiting stopt niet als er iemand gekwetst is. Want dan kun je geen debat voeren. Oké. Want er zijn veel vragen over de discussie van wat dan Vlaming zijn bijvoorbeeld is voor u, als we het hebben over mensen in de samenleving. Ik ga ze gewoon even hier op een hoopje gooien. Amanda Kayisi, wat is een echte Vlaming en wie behoren dan zogezegd tot onze mensen? Ook Frank Tielemans vroeg dat. Wie zijn dat, die eigen mensen? Aan welke criteria moet je voldoen om tot de eigen mensenclub te behoren? Want dat is vaak in jullie communicatie. Eerst onze mensen. Ja, wie zijn onze mensen? Ja. Een heel logische vraag die te weinig wordt gesteld. Wie zijn Vlamingen? Iedereen die Vlaming onder de Vlaming wilt worden. Ik draag de vraag om. Tom heeft geen checklist. Riad, ik heb een vraag. Check. Anders kon ik het testen. Ja. Nee, het is omgekeerd. Het is, ik laat u niet de vraag stellen. Want dat is, maar ik zou waarschijnlijk volmondig antwoorden. Eerste vraag is, voelt u Vlaming? En daar stellen wij vast dat er veel mensen zeggen, ook al zijn ze derde generatie, ik voel me geen Vlaming. Daar begint het mee. Als je al geen Vlaming voelt, ja, je moet je de vraag stellen. Waar ligt u? Uw verleden kun je niet veranderen. Iedereen heeft zijn roots. Je kunt niet uw verleden veranderen waar je vandaan komt, waar je familie vandaan komt. Maar mensen moeten zich wel de vraag stellen, en heel veel allochtonen hebben die vraag ook al uitgemaakt, waar ligt hun toekomst? En hun toekomst zal hier liggen, wat wij Vlaanderen noemen. Ja, dat is het beste doordat je zegt, ik voel mij Vlaming en ik wil Vlaming worden. Is dat genoeg? Vlaming. Iemand die zegt, ik voel mij Vlaming, is lid van, u, van de Onze Mensenclub, als ik het dan zo moet... Dat is de vraag over identiteit. Ja. Ik kan geen identiteit opleggen of regels opzetten. Maar bijvoorbeeld, maar nu... Nationaliteit. Ja. Nationaliteit, dat is wat uw paspoort is. En daar kunt je wel strenge voorwaarden doen. Alleen, de discussie in Nederland is veel eenvoudiger. Wie is Nederlander? Dan heb je uw paspoort en uw identiteit. Dat valt samen. België. Het is een Apeland. We hebben een Belgische nationaliteit, maar verschillende identiteiten. Een Vlaamse en een Waalse. Dus mocht er een Vlaamse nationaliteit... En een Brusselse, zullen veel Brusselaars zeggen. Zullen we ook zeggen, ja, dat is waar. Dus je hebt meerdere identiteiten. Als het gaat over de nationaliteit, daar liggen de wetsvoorstellen voor klaar, daar dienen we in. Daar kun je wel voorwaarden doen. Je moet de taal spreken. Je moet zoveel jaar gewerkt hebben. Je moet een blanco strafregister hebben en zo. Daar kunnen we wel strenge voorwaarden doen. Maar dat gaat over je bladje papier. Dat gaat over de nationaliteit. Over de identiteit oordeelt het Vlaams Belang niet. Mm-hmm. Dat vragen wij aan de mensen zelf. Ja. Voelt u Vlaam? Suzanne Matthijs zegt, ik voel mij Belg. Dat kan. Is hij ook lid van de Onze Mensenclub dan? Ja, ik geloof niet dat de Belgische nationaliteit, de Belgische identiteit bestaat, want je spreekt niet Belgisch. Er is niet echt een Belgische cultuur, er is niet echt een Belgische geschiedenis, buiten die 200 jaar ongelukkig dat we nou samen hier zitten. Maar dat kan. Er zijn mensen die zich wereldburger voelen. Maar er bestaat geen wereldburgernationaliteit. Je hebt geen lidkaart van het wereldburgerschap. Net zoals je geen paspoort hebt van... ekelonaar te zijn of zo. Dus dat is een verschil van... Je kunt je voelen zoals je voelt... Maar over nationaliteitsvoorwaarden, want die nationaliteit, waarom kom ik daarop terug? Dat is voor ons de reden, als je mocht stemmen, onder welke juridische kader valt je, heb je recht op sociale zekerheid, daar gaat nationaliteit over. En wij spreken over voorwaarden over nationaliteit. Als het gaat over identiteit, draaien wij gewoon, wij oordelen niet. Mensen moeten zelf maar oordelen. Dus een jonge, je kan Vlaming en praktiserend moslim zijn in de Onze Mensenclub. Ik denk dat dat heel moeilijk is, maar ik ken ondertussen, zelfs gesluierde vrouwen die zeggen, ik ben Vlaming. Wie ben ik om te zeggen dat je dat niet bent? Oké, dat is een duidelijk antwoord. Ik heb hier een vraag. Ik denk wel dat dat niet zo compatibel is, de islam en onze Vlaamse traditie. Ik denk dat dat een conflicterend model is. Toch gaan er denk ik veel mensen van moslims zijn die zeggen... Ik voel me hier perfect thuis, ik ben hier heel gelukkig. Ik ben moslim, dus... Ik denk zelfs, Riad, dat er de komende verkiezingen geen groot deel, maar een klein deel allochtonen gaan zeggen, ik stem Vlaams Belang. Wel, voilà. Iemand met een onuitspreekbare gebruikersnaam,
Ik dacht dat je wat is gebeurd, het ging door op basis van afkomst. Nee. Het is niet, het is gewoon, het heeft niks te maken met afkomst. Het is gewoon een hoop letters achter elkaar. F, B, B, A, H, T, S. Ik kan het allemaal op. Dus iemand met een heel rare naam. Beste van Grieken. Uh-huh. Bij de verkiezingen van volgend jaar ga ik als moslimjongeren op uw partij stemmen. Ik wil wel weten of moslimjongeren die zoals u denken geaccepteerd kunnen worden door uw partij. Je zou zeker geaccepteerd worden als Vlaming, als burger. Het concept wel. Ik denk dat het niet evident is als je praktiserend moslim bent, dat je een partijprogramma zou onderschrijven die vindt dat de islam een vrouwenvriendelijke ideologie is, een holibi-hatende ideologie. En we vinden niet dat de islam gesubsidieerd moet worden met belastinggeld. Mag jij dat op een of andere manier voor zichzelf uitmaken? Dat deel van het partijprogramma, ik onderschrijf dat ook. Dan denk ik eigenlijk dat dat wel voor hem de keuze is. Wij gaan niet mensen uitsluiten omdat ze praktiseren te geloof hebben. Ik denk alleen dat het bijzonder moeilijk is om dat compatibel te maken met actief zijn met Vlaams Belang. Dat is een beetje een vraag stellen. Ik ben voor het Koningshuis, voor België en ik wil meer migratie. Mag ik lid worden van het Vlaams Belang? Nou, iedereen kan lid worden op www.vlaamsbelang.org. Maar als je eerlijk bent, gaat dat een niet evidente combinatie zijn. Oké. Noah van de Putten, wanneer behoor je dan niet tot de Vlaamse identiteit? Al de rest. Er zijn twee opties daarin. Je hebt er eentje waar je niet kunt aan doen, als je twee ouders of een van je twee ouders Vlaamse is, dan zijn ze per definitie Vlaming. Daar kun je niet aan doen, dat is je afkomst, daar kun je niet aan doen. En dan heb je een tweede categorie, zij die zich actief engageren om Vlaming te worden. Punt. Dat zijn de Vlamingen. Dus zij die geen Vlaamse afkomst hebben en zij die zeggen, mijn toekomst ligt niet in Vlaanderen, ik noem mij geen Vlaming, die zijn geen Vlamingen. Stel, 2024... verkiezingen. Je wordt de grootste. Het percentage zullen we nog wel zien. Een vraag die ik is een gok. Is een gok. Nee, ik ben heel slecht. Mijn persoonlijke overtuiging als journalist is irrelevant, maar mijn persoonlijke overtuiging is dat je helemaal niet wilt besturen. Wel, en dat is dus wel zo. Het is grappig, ik had vandaag ook weer een journalist aan de lijn die dat ook niet geloofde. Want besturen, waarom zeg ik dat? Dat betekent compromissen sluiten. Compromissen zijn vaak lelijk. Daar zit vaak... Vaak is dat niet schoon. Kijk, dat is hoe dat de politiek in ons land loopt. En dan gaat u uw handen heel vuil moeten maken en gaat dingen moeten verdedigen die je misschien soms nu al ook bestreden hebt, omdat dat het compromis is. Ik denk dat de compromissen vuil zijn, omdat je nu met 7 partijen compromissen moet sluiten. Dat gaat een probleem zijn. Mocht het de geweldige mogelijkheid zijn dat 2 Vlaams nationale partijen, want dat is de N-VA en het Vlaams Belang, we zijn misschien niet 1 partij, maar we zijn toch neefjes van elkaar. We hebben elkaar misschien niet zo graag, maar we vechten wel eens op de speelplaats of in de tuin bij de grootmoeder, bij wijze van spreken. Maar de afstand tussen de standpunten van N-VA en Vlaams Belang is vele malen kleiner dan N-VA en Vooruit bijvoorbeeld. Dus ik denk dat de compromissen die zouden moeten sluiten minder oneerbaar zijn. 2. Ik geef toe dat het voor mij een eye-opener is geweest. Je volgt al lang de politiek ook. Toen ik in 2014 als 27-jarige voorzitter werd van het Vlaams Belang, iedereen dacht, die op zijn kop gevallen, ze hebben een kindsoldaat. Dat is zeer goed uitgeduid, keihard ook gewerkt. En plots had ik bijna 19% van de stemmen, bijna 1 op 5. En dan werd ik uitgenodigd om te onderhandelen. En ik stond voor de keuze, ga ik nu achteruit leunen en ga ik in de oppositie zitten of ga ik proberen iets te doen? En ja, wij presenteren ons aan de kiezer. Wij willen een andere toekomst. Wij willen beleid voeren. Dat heeft de consequentie dat wij compromissen moeten sluiten. Maar daar zijn we toe bereid. Die compromissen gaan wij wel nooit op voorhand sluiten. Maar die compromissen kunnen achteraf op de onderhandelingstafel gesloten worden. En dan zijn er een heleboel mensen die telkens ongeveer dezelfde vraag stellen. Reinhard Haverans, Mathies Beerlaan, Joshua Peters, Karsten van Maldegem, Noah van de Putten. Eigenlijk stellen die allemaal dezelfde vraag. Wat zou je veranderen in Vlaanderen, België, indien jullie mee kunnen besturen? Wat is uw hoofdpunt als je in de regering stapt? Wat is de belangrijkste prioriteit? Wat is de grootste uitdaging? Kortom, laat me zeggen, wat is het eerste dat Tom van Grieken zou doen? Of wat dat Vlaams Belang op tafel legt op het moment dat een partner of partners zeggen, wel, het is goed, we willen deftig onderhandelen. Nu moet ik goed overrekken, te veel een politiek antwoord geef. In essentie, meer Vlaamse autonomie. Dat ga je niet op Vlaams niveau bereiken, hè? Dat denk ik dus wel. Want, wat krijg je dus? Iedere federale regering die gevormd moet worden, hoeveel dagen zijn ze aan het onderhandelen? Allee, we tellen niet meer in dagen, we tellen in jaren, hè? 500 dagen, 400 dagen, 300 dagen. Wat hebben we gezien? Dat is een politiek antwoord, maar ik wil het toch gezegd hebben. Begin 2000, eind jaren 90, begin 2000, kwam Verhofstadt met zijn burgermanifesten. Rechts en Vlaams. Meer Vlaams autonomie, rechtser beleid, minder België. Wat doet hij? Hij is Belgisch gaan besturen.
klits rond zijn oren, verloren. Dan kwam Le Terme, het Vlaams kartel, CD&V met N-VA. Meer voor Vlaanderen. Maar van Belgisch besturen, klits rond hun oren. Dan kwam De Wever, het confederalisme, rechts in Vlaams, is Belgisch gaan besturen, klits rond zijn oren. Dus iedere keer loopt het daar vast. Zolang wij ons blijven vastklitten aan België, gaan wij nooit in Vlaanderen en rechts in Vlaams beleid krijgen. Wij willen een veiliger Vlaanderen, een Vlaams Vlaanderen en een Vlaanderen waar het goed is om te leven. Oké, maar daarvoor moet... En ik zie dat Abigail van Petegem vraagt, waarom krijgt hij aandacht van jullie? Wel, een paar weken geleden zat hier iemand van PvdA, N-VA heeft hier al gezeten, CD&V heeft hier gezeten, Open VLD. Dat is nu eenmaal de politieke realiteit en dat is ook de taak van de openbare omroep, denk ik. Maar... En omdat ik een heel beleefde jongen ben, hè? Meneer Van Grieken, je moet natuurlijk wel iemand hebben om mee te spelen als je op de speelplaats staat. Uh-huh. Op dit moment, laat ons eerlijk zijn, niemand wil met u spelen. Uh-huh. En degene, de grootste speeljongen op de speelplaats, dat is echt een heel slechte metafoor van mij, maar bon. Bart De Wever zegt al vaak, je moet uw eigen speelkameraadjes, daar zitten een paar, als ik het in zijn termen zou verwoorden, pestkoppen tussen, waarmee ik absoluut niet wil spelen. Dat begrijp dus, ik van hem. Dus als jij met mij wilt spelen... Moeten die pestkopjes eruit. Moeten die pestkopjes... Ja, laat die maar thuis. Ja, ik ben het daar niet mee eens. En om het dan simpel te maken, het gaat dan in hun optiek om... Philippe de Winter zijn naam die dan vaak valt. Wat zij zeggen, de diehard Vlaams belangers die tussen... Ja, die... Ja. Ten eerste is De Wever daar niet echt heel eerlijk over. Dat was helemaal geen issue in 2019 wie het was. Het is trouwens ook niet aan politieke tegenstanders om te bepalen wie er in het parlement zit. Hè. Weet wie dat bepaalt? De kiezer. En de kiezer steunt nogal eens wat... Maar u kiest wel wie dat er op de lijsten komt. Dat kiest mijn lijsten samen. Dat kiest mijn partijraad. Ik doe een voorstel, maar de partijraad kiest op basis van de leden. Dus het is niet aan de verliezers van de verkiezingen om te zeggen hoe de winnaar van de verkiezingen zijn partij moet structureren. Vaak is het eerder omgekeerd. Twee, ik heb geen lessen te leren van Bart De Wever over wie al dan niet mijn speelkameraadjes zijn van mijn club, terwijl hij graag zoete bootjes bakt met de PS... De meest corrupte partij van heel België, je kunt geen corruptieschandaal de afgelopen 60 jaar noemen, of er zit wel een pisser of twee tussen. Het is makkelijker om een Duitse herder voorbij een hotdogkraam voorbij te krijgen dan een PS'er voorbij een hoop geld. Dat is, en daar heb je hem geen problemen mee. En in het slechtste geval, de meest erge Vlaams belanger zegt iets stout of iets hard of een tweet. Oh my god, is iemand gekwetst? Maar hij wil wel met PS'ers, met VLD'ers allemaal, die met overheidsgeld ons land naar de botten doen, dat is geen probleem. Maar iemand die iets straf zegt, dat is onmogelijk. Of iemand die op bezoek gaat bij Assad in Syrië zou dan kunnen zeggen, ja, dat zijn nu niet bepaald voor bepaalde partijen de figuren waarmee ze willen geassocieerd worden. Maar je begrijpt, want eigenlijk zet u zelf dan, je kunt daar redeneren, zou kunnen zeggen, als Tom van Grieken die droom echt zo hard wil, zo dicht staan bij een potentiële Vlaamse meerderheid, met twee partijen, als het enige is wat je daarvoor zou moeten doen, is afscheid nemen van een aantal mensen. En dan zou ik soms redeneren, als die mensen de Vlaamse zaak die jullie nastreven zo hard genegen zijn, dat die dan ook bijna zeggen uit het eigen belang is niet belangrijk, ons einddoel is belangrijk, als dat betekent dat we een paar opofferingen moeten doen. Maar, waarom niet? Zeer concreet zal ik dat nooit doen. Ik ben voorzitter van het Vlaams Belang. Ons slogan is, eerst onze mensen, ik kom op voor alle Vlaams Belangers. Vlaams Belangers worden als parias behandeld in dat parlement. Worden soms met de nek aangekeken. Ik ben voorzitter van het Vlaams Belang en ik sta voor al mijn Vlaams Belangers. Ook als ze soms een uitspraak doen waar ik denk, verdorie, dat is nou heel ongemakkelijk. Maar er is niemand, maar niemand die actief wordt bij het Vlaams Belang, die denkt, ik doe dit nu eens om snel minister te worden of voor mijn eigen carrière. Dan kun je een kaart van de VLD of de N-VA pakken. Maar als je lid wordt van het Vlaams Belang, dan wil je echt iets veranderen in de samenleving. Niet voor jezelf, want je krijgt veel nadelen. En voor die mensen kom ik op. En ten tweede, als je voor die vraag concreet te doen, je moet de man maar eens in kwestie uitnodigen. Bijzonder charmante, sympathieke man. De Winter zelf heeft al meermaals verklaard. Mocht ik als puntje bij paaltje het probleem zijn, dan zal ik daar de juiste conclusie aan trekken. Dat heeft hij al meermaals verklaard. Dat vraag doet hij niet op mijn vraag, want ik heb geen probleem met Philippe de Winter in het Vlaams Belang. Ik vond iemand dat hier een goede tegenstelling. Ik ga ze even terug opzoeken in de... mijn muis is te rap... secondje, er was iemand die grappig... Zoveel vragen. Ja, het is te veel. Dus we kunnen de flow aan vragen even niet volgen. Ah, maar Doedelzakje, leuke gebruikersnaam, vind ik een leuke tegenstelling. Een links Vlaanderen of een rechts België? En kom niet af met een politiek antwoord van... Geen moet kiezen. Nee, dat is een typisch
politiek antwoord. Tom van Grieken wordt wakker in 24 in een links-Vlaanderen of een rechts-België. Dat ken ik niet op antwoord. Jawel. Oh, nee, ik weet niet. Geen een van alle twee. Er heeft geen van mijn voorkeur. Heb ik een rechts-België, dan heb ik niet heb ik niet mijn Vlaamse autonomie. Heb ik een links-Vlaanderen, dan heb ik geen Vlaamse identiteit niet meer. Het is kiezen tussen de pest of de cholera. Ik kan daar echt geen keuze in maken. Ik had nu van u verwacht, van alle politici, dat die toch als het moet, als een dilemma krijgt, toch zou moeten kiezen. Ja, in deze is het twee keer slecht. Oké. Okay. We gaan er gewoon een keer doorscrollen hier. Ik zie wat er al... blik bonen uit jouw kast. Staat u voor een onafhankelijk Vlaanderen? Ik denk dat ik het zelfs kan beantwoorden. Ik vermoed van wel. Ja. Is dat realistisch in uw ogen? Ja. Voor simpele reden dat er al zoveel landen onafhankelijk zijn geworden. Estland, Letland, Litouwen, Tsjechoslowakije. Maar, ik ga je want Houseplant 101, dat is onze vaste klant hier, die kijkt elke aflevering. Heel blij dat je er weer bij bent. Denk je nu echt dat onze Europese buren een separatistisch Vlaanderen gaan steunen? Want waarom ben je zo zeker dat het niet zoals bij Catalonië zal aflopen? We hebben ook gezien, daar is het op een sisser uitgedraaid. Hè? Omdat wij niet voor het Catalaans scenario staan. Dat is de wever die dat weer in de markt heeft gezet en dat wordt iets te makkelijk overgenomen. Zij zijn voor het Catalaans scenario. Zij hebben Puigdemont naar hier gebracht. Zij hebben Puigdemont, de minister-president, daar iedere pensiekermis van de N-VA afgelopen. Wij zijn voor het scenario Tsjechië-Slowakije, waarop een onderhandelende wijze naar een splitsing gegaan wordt. Ben ik zo zeker dat de Europese Unie zal meegaan? Ja, nee. Natuurlijk. Ik zal eens twee voorbeelden geven. Ze gaan toch niet hun hoofdstad... Kosovo is nog altijd niet erkend door heel veel landen. Hè? Maar door heel veel landen wel. Waaronder België, nota bene. Dat is wel knap. Dus bij Kosovo is België het precedent, dus dat lukt wel. Twee, de Europese Unie gaat niet de fout maken om hun hoofdstad, dat ook de hoofdstad van Vlaanderen is, plots buiten de Europese Unie. Want dan ga ik hem meteen ontbreken, want Mark Lefevre heeft daar een opvolgvraag over. Ja. Brussel, ik wil er het maar doen. Ja. Tweede ding, toen de Schotten onafhankelijk wouden worden, liep Guy Verhofstadt zich bekend de deur plat om te zeggen: jullie zijn welkom bij de Europese Unie. Je mocht direct die pond, we vragen dat door de euro. Je bent welkom bij de Europese Unie. Dus als dat voor de Schotten zo vlot ging, beste eurofielen, waarom zou dat dan niet gaan voor Vlaanderen? Een van de founding fathers of de Europese Unie. Natuurlijk een theoretisch idee, maar wat Mark Lefevre maakt de opmerking: ten eerste, Riaat, je taal moet beter. Geef als VRT-journalist niet toe aan de tussentaal. Ik weet het, ik heb mezelf erop betrapt vanavond. Het spijt me, Mark. Maar belangrijker, inderdaad, wat is Vlaams Belang van plan met Brussel? Niet mijn huis, maar met Brussel? Ah, heel eenvoudig. Dat blijft de onontwarbare knoop. Voilà. Het is eigenlijk relatief eenvoudig en ik raad de mensen aan die toch op YouTube zitten. We hebben op ons eigen YouTube-kanaal digitale studie. Op de openbare omroep mag je geen reclame maken. Hè? Tuurlijk wel. Ik ben geen commerciële boot. Ik ben een politieke partij. Dus straks na de uitzending kunnen naar ons YouTube-kanaal, kunnen ook abonneren. Maar er staan allerlei studiedagen, waaronder ook die van Brussel. En daar hebben we heel lang, in meer dan een uur, uitgelegd hoe we alle problemen zouden tackelen. Het basisprincipe is heel eenvoudig. Vlaanderen, onafhankelijk Vlaanderen, is eentalig Nederlands met een tweetalige hoofdstad, Brussel, waar we de rechten van de Franstaligen zullen respecteren. Dus u denkt dat Wallonië Brussel niet wil hebben? Wel, ik denk, en u woont in Brussel, als men denkt dat, ik geef toe, er is een Brusselse identiteit ontstaan, mm-hmm. die zal niet zo... De liefde voor Vlaanderen, ik denk niet dat die veel kleiner is dan Franstalige Brusselaars hebben voor Wallonië. Ja, dat is waar. Dat is een misconceptie in deze stad, dat Franstalige en Walen een heel intense band hebben. Ik vind dat Vlaamse nationalisten daar soms een fout in maken, dat die alle Franstaligen op één hoop gooien. Dat is dus niet. En ik denk dat wij als Vlaanderen een mooi aanbod hebben aan Brussel. Hè. Wij kunnen dat economisch hier recht houden. Hè. Als ik even verwijs, de Brussels Airport ligt niet op Brussels grondgebied. Hè. De Brusselse ring ligt voornamelijk op Vlaams grondgebied. Hè. Die Brusselse begroting hier is hier bloedrood. Dat is hier een bodemloze put. En ik denk dat daar de wisselwerking is. Ja, kijk, we kunnen de minderheden, de Franstaligen hun rechten respecteren. Maar we gaan hier toch eens kijken hoe dat ook de Vlaamse rechten gerespecteerd worden. Wij willen daar hoffelijk in zijn. En mensen maken soms creëren bewust verwarring over het feit. De hoofdstad van Vlaanderen, Riaat, dat is Brussel. De hoofdstad van Wallonië is Namen. Hè. Dat is waar. Wat voor een nationalist zou ik zijn als ik mijn hoofdstad zou opgeven? En ik geef toe, ik werk ook iedere dag in Brussel, het is hier soms een hellhol. Maar kunt je een Frankrijk zonder Parijs inbeelden? Kunt je een Spanje zonder Madrid inbeelden? Nee, ik kan me geen onafhankelijk Vlaanderen zonder Brussel inbeelden. Oké. Okay. Een hellhol vind ik, want dat is een Trumpiaanse uitdrukking. Ik zei al, Brussel is zoals een goed huwelijk.
Ja, op sommige dagen zijn er zot van en op andere dagen wil je er zo ver mogelijk maar vandaan lopen. Maar dat is waar. De relatie tussen de hoofdstad en de rest van het land is altijd gespannen. Maar dan moet ik wel zeggen dat Brussel de hoofdvogel afsteekt, hoe dat met Black Lives Matter de boel wordt afgebroken, hoe politieagenten hier worden in elkaar getoekt, hoe dat de islamisering hier toeslaat, hoe dat de politiek hier omgaat, hoe dat hier stilstaat in het verkeer, hoe dat de automobilist gepest wordt. Er valt hier wel wat te zeggen over de Brusselse politiek. Oké, Pino Cray. Hey Tom, ik ben een Waalse Arabische gast. Haat u mee? Nee, ik haat nooit mensen of individuen. Ik probeer dat duidelijk te maken. Ik kan discussiëren over, over ideologieën, maar ik vind, dat is misschien, mijn hart mag luchten. Ik vind het heel erg dat omdat mensen het Vlaams Belang als ideologie niet leuk vinden, en dat kan ik begrijpen, per definitie denk ik dat Vlaams Belangers daarom ook slechte mensen zijn. Dat vind ik heel erg en ik maak die fout niet. Ik heb een ongelooflijke aversie tegenover communisme en marxisme. Ik vind dat dat een van de ergste ideologieën is van de afgelopen eeuw en deze eeuw ook. Maar als er een militant is van de PvdA... Mm-hmm. Er was daar straks iemand in de chat vroeg, maar ben de vraag kwijt. Die zei, is er eigenlijk al een land dat door extreem rechts goed bestuurd is? Ja. Oostenrijk was heel goed bestuurd, dat ze het zelf verpest hebben in de partij daar. Italië is toch ook nog echt een drama. Denemarken, het gelukkigste land ter wereld, is 20 jaar lang of 15 jaar lang bestuurd door gedoogsteun van zogenaamd extreemrechts. Estland is bestuurd geweest. Zweden wordt nu bestuurd vanuit gedoogsteun. Hongarije, Polen, we hebben zoveel landen waar dat er bestuurd wordt. Daar is het einde van de wereld niet nabij. De uitzondering is België, waar een radicaal rechtse partij niet bestuurt. Wij zijn de uitzondering, niet de andere. Waarom heeft u zo'n probleem met het woord extreemrecht? Want u zei... Omdat ik niet extreem ben. Als wij de peiling van de VRT blijkt, of dat is nu VRT of het laatste, ik doe het er niet uit, de stelling, moeten mensen zich aanpassen aan onze cultuur in ons land of kunnen ze dan beter vertrekken, wordt gedragen door 65% van de bevolking. Hardere straffen voor criminaliteit wordt gedragen door de meerderheid van de bevolking. De standpunten die wij... verdedigen. Wilt u minder asielzoekers opvangen? Meer dan de helft van alle ondervraagden. De standpunten die wij verdedigen zijn geen extreme standpunten. Dat is praatjes van het verleden. Weet wat extreem is? Extreme gaten in de begroting, extreme massamigratie, extreme onveiligheid. Het zijn de regeringspartijen die een extreem beleid voeren. Wij staan voor gewoon gezond verstand en mainstream. Oké, maar het taalgebruik zal alweer door sommigen wel gepercipieerd worden als extreem. Dat kan zijn, Maar, nee, ik weet, maar we zijn 14 minuten ver. En, je bent er niet zo extreem geweest. Nee, maar wat dat is... Moet meer komen. Nee, u bent natuurlijk wel meester. Ik denk dat iedereen dat zal erkennen in politieke communicatie. En je zit ook al een aantal jaren dat hem meedraait, dat u meedraait. En ik heb vaak het gevoel, Tom van Grieken staat op het voorplan en hij verkondigt het, of hij verkondigt de zaken beargumenteerd en op een rationele manier. En dan doe ik mijn Twitter-account open en dan zie ik parlementaire mandatarissen van Vlaams Belang die zich soms echt bezondigen aan zeer onfatsoenlijk taalgebruik. Dan denk ik, het werkt. Je hebt de beide nodig, precies. Maar ik denk een onderscheid moeten maken. Ik ben wel strikt voor mijn parlementsleden en zo, en mandataris, eens verkozen, mocht je die twee lijnen, dat is heel belangrijk. Je mocht hard zijn tegen het systeem, maar niet individu. En twee, je mocht radicaal zijn, maar niet marginaal. Ik denk oprecht, de 9 jaar dat ik voorzitter ben, dat ik daar heel hard heb op toegezien, op het moment dat iemand daarover de schreef gaat, met een tweet of zo, dan zal ik daar ook publiekelijk afstand van nemen. Daar ben ik heel consequent in al 9 jaar, en dat weten al mijn parlementsleden, al mijn mandatarissen. Wat u nu niet mag doen, als ik dat toch mag zeggen, mij afrekenen op zogezegde Vlaams Belangers, op het sociale media, of zelfs echte Vlaams Belangers. Ik heb 800.000 kiezers. Je mag me niet afrekenen als er daar een handvol iets grof zeggen of zo. Daar heb ik geen vat op. Je mag me wel afrekenen op mijn partijprogramma en op de uitspraken die ik doe. Want denk je dat ze zo fijn besnaard zijn bij de Socialistische Vakbond? Denk je dat je aan de in een volkscafé die voor iemand de CD&V of de VLD stemt, dat die allemaal zo fijn besnaard zijn? Ik vind dat oneerlijk, dat Vlaams Belang, dat ik me moet verantwoorden voor een uitspraak van een kiezer of misschien een sympathisant of een bestuurslid in zich is een bolder die daar toevallig penningmeester is. Ja, daar heb ik gewoon geen vat op. Je mocht wel aan een partijvoorzitter vragen, wat is uw standpunt, wat is uw partijprogramma, wat is uw voorstel? Dat kan ik verdedigen, maar... Ik ken geen 800.000 Vlaams Belangers, maar aan het voor in het vuur steken. Okay. Iets anders waar ik het met u sowieso ook nog wil over hebben. Wij vieren
deze maand herdenken we, ik wou zeggen herdenken we iets, maar dat is een rare manier om het te zeggen. We vieren iets dat 20 jaar bestaat. Heeft u enig idee wat we dit jaar vieren? Het homohuwelijk. Het homohuwelijk bestaat 20 jaar. Op 6 juni 2023 is het eerste homokoppel getrouwd in ons land. Er waren toen 2 dames, denk ik. Toevallig, op 6 juni, dat was gisteren, was ik ook 3 jaar getrouwd met mijn man, toen in Sint-Jans-Molenbeek. En was dat toevallig, of in datum specifiek? Nee, dat was echt puur toeval. Dat was gewoon een vrij slot vinden. Gemiste kans. Een vrij slot vinden in het gemeentehuis. Er zijn bijzonder veel vragen binnengekomen. Ook na onze oproep maandag. Ik ben eens aan het kijken waar ik ze hier gestoken heb via Instagram al. En ook in de chat is er al vaak over gegaan. Ik zal die even boven de Instagram, als ik nummer 10 zeg, dan weet Lara waarover het gaat. In het teken van Pride Month, want deze week, het is ook Pride Month, hè, dat is een maand waar het over gaat. Hoe denkt hij over homo's, lesbiennes, et cetera? Of een andere opmerking. Wat is het standpunt van Vlaams Belang over holibierechten en de LGBTQIA+ gemeenschap? Of iemand die zich de vraag stelt, als u aan de macht zou komen, zou u dan iets veranderen aan de rechten van holibies? En ik zag, wat is de mening van Vlaams Belang over transgenders? Vraagt Sigurd Bols, die komt ik hier in de chat. Karel A. hier, waarom homohaat enkel aanklagen als het om moslims gaat, terwijl Vlaamse conservatieven die allemaal op je partij stemmen nooit door u veroordeeld worden? Het Vlaams Belang was toch bij uitstek tegen... Met andere woorden, heel veel vragen over het thema. Ja, omdat het Pride Month is. Ja. De vraag is, wat zeggen we erover? Ik zeg al heel lang, sinds ik voorzitter ben, holibierrechten zijn verworven rechten. We gaan het homohuwelijk niet meer terugdraaien, dat is een verworven recht. Wij zijn wel een traditionele partij, dus wij vinden wel, we zijn een conservatieve partij, wij vinden dat we wel, als je iets moet promoten, dat je best traditioneel gezien durft promoten. Maar wij gaan het homohuwelijk niet meer terugdraaien. En wat bedoel je dan met promoten? Omdat ik denk dat een goede hoeksteen is, een traditioneel huwelijk is. Natuurlijk, een geaardheid, dat is geen ziekte of zo. Je bent dat of je bent dat niet. Je bent zo geboren, hè? Ja, zijn we het daarover eens? Ja, tuurlijk. Oké, dat is belangrijk. Je kunt het veranderen. Je wordt verliefd op wie dat je verliefd wilt worden. Dat is niet, als dat rationeel is. Natuurlijk zien we wel dat tegenwoordig de slinger is doorgeslagen. Dat een gewoon traditioneel huwelijk tussen man en een vrouw is bijna in sommige beeldvorming de uitzondering en de meest gekke combinaties de regel. En ik vind gewoon dat daar wat evenwicht moet kunnen zijn. En, maar als we gaan erop doorgaan, maar gewoon dat één woordje promoten. Hoe ziet u dat dan concreet? Ja, ik vind bijvoorbeeld... Moet je voorstellen dat er van de Vlaamse overheid een campagne zou komen met een manneke en een vrouwke en 2 kindjes en zo van... Ik vind bijvoorbeeld dat de regering gerust maatregelen kan nemen of proberen te stimuleren voor gezinnen te stichten om kinderen te krijgen. Meer kindergeld dan of zo? Ik zal iets heel bij me heel hard aangaat, want ik heb zelf nu 2 kindjes. De work-life balance is compleet, maar compleet verstoord. Je moet eens proberen een gezin te stichten en voltijds te werken en op die crash hollen en naar school. We moeten daar een andere modus zien te vinden. En wanneer mensen uit die rat race willen stappen, waarom doen we dat ook niet? Dat de man of de vrouw, of die, een van de 2 ouders, die zegt, ja, ik wil misschien een tijdje thuis kunnen blijven of halftijds thuis blijven. Waarom stimuleren we dat niet? Want er is niks zo schoon... Wat dan kinderen hebben. Dat is mijn kloten dag hebben op het werk. Hoe kun je dat mag zeggen op de VRT? Je mag veel zeggen. Maar als mijn kinderen met die grote oogjes naar mij kijken, ik kan ze vastpakken, dan vergeet je alles. Dus, maar omdat ik uw vraag niet wil ontlopen, alles over holibierechten zijn verworven rechten. Ook adoptie? Adoptie ook. Want iemand stelt zich, de Vlaams Belang heeft zich in het verleden uitgesproken tegen homo-adoptie. Kunt u uw standpunt verder toelichten en denkt u dat homo's, en dan is de vraag even weg, en lesbiennes niet in staat zijn om kinderen op te voeden? Ik denk dat homo's en lesbiennes perfect in staat zijn om kinderen op te voeden. Ik ga u een voorbeeld geven. Ons mama was een alleenstaande mama, die werkte heel hard in haar bloemenwinkeltje. En dan kwam de Livin kwam helpen. De Livin was samen met zijn man. En die maakte het eten gereed, dat ik natuurlijk een potje had. Ik sliep al als mama dan thuis kwam. En hielp met mijn huiswerk. Geweldige mens, heb ik niks tegen. Natuurlijk, hier is het punt wel over... wij vinden wel over een adoptie, want we zijn misschien iets te vlug geweest, ik moet mij corrigeren. Wij vinden niet dat er zoiets bestaat als het recht hebben op kinderen. Maar een kind heeft wel recht op een mama en een papa. Dus wij vinden dat voor adoptie primair het moet gaan naar een man en een vrouw, een koppel. Het heeft niks te maken of een homo-koppel of een lesbisch koppel goede ouders zouden zijn. Ik denk zelfs, Riad, dat holibi-koppels waarschijnlijk betere ouders zijn dan ze bewuste ouders zijn. Maar je hebt dat aspect, ik heb het punt van de holibi-ouders, en wij benaderen het aspect van het kind. Ja, vind dat je maar dan kan ik u zeggen dat het aantal kinderen die een moeder en een vader hebben en die in afschuwelijke omstandigheden opgroeien, met huiselijk geweld, met
ouders die niet overeenkomen met spaakgelopen huwelijken, die daar traumatische herinneringen aan hebben. Ik wil die kinderen niet te eten geven. Dus het fameuze clichébeeld van een man en een vrouw en een kind heeft recht op een moeder en een vader, heeft een kind vooral geen recht op een goede ouder. En is een holibi-huwelijk per definitie een beter huwelijk? Nee, ik ben 3 jaar getrouwd. Ik kan u verzekeren, het is elk huwelijk is... Maar dus ik bedoel, omdat u zo het onderscheid maakt tussen... Een kind moet een moeder en een vader hebben. Ik ben ervan overtuigd. In een ideale situatie. Er kunnen altijd andere situaties zijn. Maar begrijp je mijn punt? Ik kan niet in vraag stellen dat holibi-ouders slechte ouders zouden zijn. Ik zou zeker maar stel, u komt aan de macht op Vlaams niveau. U gaat bijvoorbeeld niet... Of zelfs op federaal niveau, laten we even heel fictief gaan nadenken. Maar daar hebben we heel simpel om daarop te antwoorden. We gaan dat niet terugdraaien, omdat er gewoon geen enkele coalitiepartner daar zou voor staan te springen. Dus daar moeten we realistisch in zijn. U mag mijn standpunt erover weten. We vinden dat een kind recht heeft in een ideale situatie op een mama en een papa. Dat is een ideale situatie. Maar we zijn realistisch genoeg dat daar geen draagvlak voor is voor dat terug te draaien. Oké. Er zijn een aantal vragen ook, want hier komt Rana Farag. Wat vindt u van het Hongaars beleid in zaken holibierechten? Ik wil niet per se op Hongarije zelf ingaan, maar meneer Brem ook. Maar ik denk... U bent op bezoek geweest bij... De Victor. Ja, ik zal het even... Voor de mensen die hem niet kennen... mijn PC doet hier een beetje raar. De man naast u is Viktor Orbán. Ja. Premier van Hongarije. Ja. Voilà, dat is de foto. We moeten niet per se ingaan op een situatie in Hongarije. Bijna 800 vind ik leuks. Ja. Uw tweet. Ja, maar mijn tweets halen altijd ook 1000, 2000, vind ik leuk. Dat is nu geen... Dus omdat je sympathiek bent. Nee, voor mij is dat goed. Ik denk, waar veel mensen mee worstelen, of wat dat veel mensen niet begrijpen, of moeite hebben, is zeggen, ik ben voor holibierechten. Je mag trouwen, die adoptierechten, dat is verworven. Maar tegelijkertijd, ja, met een grote glimlach, ik vind dat, met een grote glimlach bij iemand staan, die mensen zoals ik hun rechten de voorbije jaren fundamenteel aan het inperken is. Dat is niet waar, hè? Geef je een voorbeeld van. Ja, geef één voorbeeld. Het feit dat je naar mensen zoals mij kijkt en zegt van, weet je, in het onderwijs, in de les seksuele opvoeding, in mediaportrettering, dingen, kinderen mogen niet meer in aanraking komen met mensen die homoseksueel zijn, dus met mensen die lesbisch zijn. Dat is een fameuze mediawet die ze onder andere hebben. Over het onderwijs zeggen ze... dat is een ideologische discussie, gaat erover. Onderwijs dient verkeersoverdracht. Niet zeggen dat Viktor Orbán een holibi-vriendelijke politicus is. Hè? Daar kunnen we het denk ik over eens zijn, of niet? Ik ben het daar absoluut mee oneens. Ik ga die stelling niet onderschrijven. Er gaat gewoon een pride door in Budapest, hè? In de hoofdstad. Ja, waar veel mensen in hun broek doen om die pride te organiseren, weliswaar. Maar geen enkel incident, in tegenstelling tot de queer if daar in Borgerhout die afgezegd is moeten worden. En de... ik denk dat je als homoseksueel beter in Budapest hand in hand kunt lopen dan in bepaalde Brusselse wijken. Dus ik wens dat toch even een klein nuanceverschil te doen. Dus ik denk dat Orbán, waar is zijn grote kritiek dat hij heeft gekregen? Is dat hij heeft gezegd, een gezin, ouders, een moeder is een vrouw en een papa is een man. Dat is de grote kritiek. Dat is toch niet het ergste dat er al ooit is gezegd geweest. Dat is in heel de wereld courant. En ja, hij heeft een conservatiever beleid. Hij stimuleert gezinnen. Is dat nu zo slecht, gezinnen stimuleren? Toch geweldig. Onze bevolking krimpt in Europa. Het is toch fijn als iedereen... Ja, maar snapt u dat veel mensen, want dat is ook, dat merk ik ook in de chat, hè. Jos Verbies zegt nu, man, wat een zevertom. Mensen mogen alles zeggen natuurlijk, wat ze willen, maar dat toch heel moeilijk te rijmen valt. Zeggen dat je voor gelijke rechten bent voor homo's en toch... Ja, figuren als Viktor Orbán die daar echt wel balanceren op de rand van... Maar begrijp je dat er iets niet klopt in het narratief? Een Pride-manifestatie of Pride-optocht kan doorgaan in de hoofdstad van Viktor Orbán, maar een queer iftar moet onder bedreiging afgezegd worden. Waar zou er niet beste zitten? Je kunt beide gewoon ook veroordelen en slecht vinden. Tuurlijk, maar ik vind dat er de hypocrisie daarom trint dat waar... Want je mag wel niet praten in de les seksuele opvoeding over homoseksualiteit. Dat is wel degelijk het inperken van... Ik ben opgegroeid... Ik was denk ik 10-11 jaar oud toen ik begon te merken dat ik denk dat ik anders was in mijn hoofd. Maar ik had geen enkel referentiepunt. We werden op school niet opgesproken, binnen mijn gezin bestond het niet, op de media bestond het niet. Dus opgroeien als kind, dat is een trauma die ik voor de rest van mijn leven zal dragen, op zo'n manier is verschrikkelijk. Ik zou er geld voor gegeven hebben om ooit op mijn 14 in de les seksuele opvoeding te horen
Er zijn verschillende soorten seksuele geaardheid. Je hebt hetero-mensen, je hebt mannen en die op mannen vallen, vrouwen op vrouwen. En dat is doodnormaal. En dat vinden wij ook. Maar dat vindt Orbán niet. Dat is juist. Dat is geen partijstandpunt van het Vlaams Belang. Maar waarom staat het daar dan mee op de foto? Ja, omdat ik... Orbán is niet de voorzitter van het Hongaars Belang. Dat is zijn eigen Nee, ik weet het maar. Ik vind dat zijn beleid in zaken immigratie, zijn beleid in zaken familiepolitiek, zijn beleid op veel andere vlakken... Maar begrijpt u dat bijvoorbeeld jonge holibies of holibies in het algemeen daar echt moeite mee hebben? Nee. En dat ze kunnen zeggen van, kijk, voor ons is dat een breekpunt om niet voor u te stemmen. Ik snap dat niet. Want de partij... En dat die dan angst hebben voor als die aan de macht komen, moeten wij vrezen dat het aan ons is? Ik snap dat niet, want die andere partijen die bakken wel zoete broodjes met landen zoals Oeganda, zoals Marokko, zoals Turkije. Is het daar zo geweldig voor homoseksuelen? Gaat daar een gay pride door? Ik denk het niet, hè. Oké, ja, Orbán is een conservatiever, zelfs conservatiever dan het Vlaams Belang is. Maar dat is het ergste. Maar stem gerust op partijen die zeggen, oh, geweldig, dat we religieuze fanatici importeren. Ik denk dat je moet weten op welke partij dat je stemt. En ja, ik ben voor een diversiteit van meningen. En dat kunnen ook progressieve, maar ook conservatieve meningen zijn. Dus voor alle duidelijkheid, wij vinden gerust dat er over seksualiteit gesproken mag worden in het onderwijs. Waar we wel falikant zijn, dat ze moeten stoppen met al die transgender-onzin in het onderwijs. Daar trekken wij een lijn, omdat ik denk dat het ongelooflijk verschrikkelijk moet zijn om als gevoelsmatig als vrouw gevangen te zitten in een mannenlichaam en vice versa. Die net dat gevoel verschrikkelijk moet zijn. Maar ik vind dat we moeten stoppen met minderjarigen die in hun puberteit zitten, waar seksualiteit al zo verwarrend is, plots gaan beginnen zeggen, maar zijt je wel een jongen? Zijt je wel een meisje? Dat is flauwekul. Ik heb opgelet in de les biologie en je hebt in het, ben ik juist ben ik afgecorreerd, in het 23e chromosoompaar XX of XY. Er zijn mannen, er zijn vrouwen. Dat je niet goed in je vel voelt, dat kan zijn. Wilt je eens dat je volwassen bent, je ombouwen, leven en laten leven. Maar je mag niet van een gevoel een recht puur. Je mag niet, omdat je een operatie hebt gegaan, je geslacht plots veranderen. Dat gaat niet. Het is niet omdat Jan plots Janine heet, dat je mag gewoon meedoen met vrouwen zwemmen. Daar trekken we wel een lijn. Dus slippery slope, we maken een onderscheid tussen je seksuele geaardheid. Ik kan begrijpen... Kleine Riaat die zegt, ja, het is niet alleen maar het heteroseksuele leven. Daar moet lesoseksuele opvoeding daar zeker spectrum in bieden, dat ook wordt aangekaart. En ik vind dat de rol van de ouders er ook speelt. Maar anderzijds trek je wel een duidelijke lijn. Die transgender gedoe, dat is te ver. Oké, maar veel mensen zullen wel ervaren dat zo'n woorden als transgender gedoe, dat hen dat ook wel kwetst, hè? Dat beseft u, hè? Ja, maar ik vind het ook... Voor mensen die trans zijn en moeten naar dit kijken, dat zal hun kwetsen, hè, als je dat zo benoemt. Maar ik vind het... Je kunt het ook op in andere woorden gebruiken. Weet je wat mij kwetst? Dat we hormonen gaan geven aan minderjarigen voor geslachtsverandering te doen. Aan minderjarige kinderen het toestaan om hormonentherapie te starten, om nadien verminkingen, zoals borstjes wegsnijden of geslachtsdelen wegnemen. Sorry, no pasaran. Dat wil ik absoluut niet. Dat minder... Als je meerderjarig bent... Dan doe je met je lichaam wat je wilt. Geen probleem. Maar van minderjarigen blijf je af. En een persoonlijke ding. Ik vind vrouw zijn iets bijzonder uniek. We gaan dat toch niet laten afpakken door biologische mannen. Nee. Ik kan alleen zeggen dat er een heel goede PANO-reportage gemaakt is trouwens over dit onderwerp. Vooral duidelijkheid... Te bekijken op VRT Max. Maar ik wil even zeggen, er waren hier een aantal mensen die plots begonnen te zeggen dat ik niet neutraal was en dat ik maar neutraal moet blijven. Nee, gewoon even uitdagen. Ik wil even duidelijk maken, het stellen van een kritische vraag over een fundamenteel punt van Tom van Grieken is niet niet neutraal zijn. Ik denk dat we daar... Vind je dat ik hier... subjectief geweest ben. Ik moet kritische vragen stellen en ik mag al meer uitpraten dan anders. Dus ik vind het heel voilà. Goed. Goed bezig. Nee, dat mag ook niet zeggen, dat komt nu weer in problemen. Sorry, Riaat. Nee, maar dat wil ik even duidelijk maken, want er waren al een aantal mensen aan het fulmineren dat ik, omdat ik vanuit een persoonlijke achtergrond een vraag stel, ik denk dat ik nog... Oh, nee. Maar... Dus even, voilà. Maarten, Riaat, je doet dat goed. Prachtig. Ja. Iets helemaal anders dan... nu dat we toch over het onderwerp bezig zijn, ik zal je misschien nog wat meer kittelen. En dan kent u deze vlag? Ja, dat is de transgendervlag, denk ik. Nee, dat is niet... Hoe is dat dan? Dat is de Progressive Pride Flag. Je moet mee zijn met die 42 genders. Hè? Ken jij ze alle 42 trouwens? Nee, maar ik wil er geen grappen over maken, want ik wil geen mensen kwetsen. Maar in elk geval, u weet welke brug ik ga maken. U voelt mij al aankomen. Een tijdje geleden stond op Twitter... Ik probeer... Mijn computerscherm doet heel raar.
U kent deze man nog waarschijnlijk. Ja. En u gaat waarschijnlijk standaard zeggen nu, als u iets wil vragen over Dries van Langenhoven, vraag het aan Dries van Langenhoven. Standaard antwoord van Tom van Grieken is meteen van de baan. Dit was een van uw parlementsleden. Waar is standaard antwoord erop? Waar is standaard antwoord erop? Ik ben aan het opwarmen. Dit was een parlementslid van u, daar zijn we het over eens. Ja. De man portretteert zich graag nog als een... Iemand die wil strijden ook voor de zaken voor Vlaams Belang en ook nog altijd voor u... Voor de Vlaamse ideologie en voor zijn eigen cultuurstrijd. Hij postte een tijdje geleden dit filmpje op Twitter. Ik wandel hier door het prachtige Brugge, het historische centrum van Brugge. En wat zie ik? Er heeft hier iemand een pedofiele vlag aan deze winkel gehangen. Volgens mij weten uitbaatsen dat niet. Zoiets verschrikkelijk aan haar gevel. Ik zal het eens gaan vertalen. Enfin, en de rest van het filmpje hoeven we niet uit te kijken, want anders gaat Dries van Langenhoven inderdaad sowieso zeggen dat ik het hem beter zelf zou vragen. Maar... Er staat een vraag op. Nee, dat is mijn voorbereid scenario, maar de vraag is... Wat dacht je toen u dat zag? Ik vind het geen pedofiele vlag. En ik weet ook niet of het opportun is of dat je mensen hun privéwinkel moet binnengaan. Beeld u in dat het nu een bloemwinkel was geweest die een Vlaamse leeuwvlag had uitgehangen, dan vond ik dat ook niet echt opportun. Dus ik vind dat de discussie over de doorgedreven transgender propaganda, vind ik gerust dat je dat kunt voeren. Ik heb dan ook de moeite gedaan om het filmpje van Dries te zien. En zijn redenering is de volgende. Ik heb het ook moeten instuderen. Hè. Dat je de transgender vlag, dat is nog een andere vlag blijkbaar. Ja, het is met wit, roze en blauw. Baby blue en pink. Ja, maar dat is de inderdaad dat hem eraan geeft. Waarbij... Die niet klopt. Maar ja, die is gefactcheckt. En je kunt dan zeggen dat die niet klopt. Geeft. Ja, die uitleg klopt niet. Maar de bottom line is eigenlijk dat het gaat over... Men is al aan het seksualiseren van minderjarigen over hun transgender als minderjarige. En daarom trekt hij de conclusie pedofilievlag. Ik zou die conclusie niet trekken, ik zou die woorden niet gebruiken, omdat ik denk, dan zijn we aan het discussiëren, de naam van een vlag. Kunnen we eens discussiëren over het mismeesteren van minderjarigen door hormonentherapie te geven? Kunnen we het eens hebben dat we heel onze verkeersplan regenboogvlaggen aan het schilderen zijn, zebrapadpaladen, verkeerslichten, buskotjes, dat dat toch begint te lijken op een hele grote vorm van politieke propaganda, dat ik zeg, dat hoeft niet voor mij. Seksuele geaardheid hoort in de privésfeer en hoeft niet in de publieke sfeer. Dat vind ik een veel interessanter. En stel nu dat ik u zei dat veel mensen, of veel holibies, als zij zo'n zebrapad zien, of een groot bedrijf... Een huppeltje maken. Dat is een stoute grap. Dat die dat beschouwen als van het signaal van een groot bedrijf of een overheid... Alle mensen zijn gelijk, je kan zijn wie je bent. Niemand mag op je smoel slaan omwille van je geaardheid. Je hebt geen recht op... Je moet niet gediscrimineerd worden. In dit land ben je gelijk zoals alle andere burgers. Wat tot voor in de recente geschiedenis, als we eerlijk zijn, niet zo was. Hè? Okay, maar Riad, als we begrijp eerlijk... je dat eigenlijk de betekenis is voor heel veel mensen van dat symbool? Ik vind dat burgers gelijk zijn. Of je nu homoseksueel bent of niet, je hebt over de rechtbank zelf de rechten. Punt. En dat die discussie gerust gevoerd kan worden. Ik denk, als we heel eerlijk zijn... België, nummer 1 of nummer 2 wereldtop van holibie-vriendelijke landen? In de wet, maar niet op straat, geloof eens van mij. Ja, maar laten we daarover zeggen, dat ik, zonder dat ik weer over migratie wil beginnen. Wanneer mensen worden lastiggevallen, is het niet Jean het Witteren die fysiek agressief is. Hè? Ik ben nogthans afkomstig uit Witteren. Is het Witteren afkomstig? Ja. Laten we daar een kat en kat noemen. Dat is religieus geïnspireerd en veelal van islamitische achtergrond. En als die discussie die gevoerd wilt worden, dan is het een fake discussie. Men negeert de olifant in de kamer. En ik denk, wat ik jammer vind, en al dat transgendervlag en dergelijke meer, men krijgt nu een tweedeling in de holibie-gemeenschap. Je krijgt holibies die zeggen, maar wij hebben helemaal niks te maken met dat transgendergedoe. Men is alles er nu aan het... We hebben nu een bruin streepje en een zwart streepje die moeten aan toevoegen voor het inclusief genoeg te zijn. En dan die cirkel, voor wat staat hier allemaal? Wat zijn ze toch allemaal aan het doen? Maar je hebt er eigenlijk ook geen last van, hè? Dus... Zodra het publiek... Ja, totdat je met een transgenderkoek afkomt bij mijn kinderen op school. Zou die dat niet mogen eten? Ik zou dat flauwekul vinden. Ik vind niet dat een overheid met iets moet afkomen. Dat is een constructie. Er bestaan alleen geslacht, man-vrouw. Gender is een uitvindsel, hè? Is een sociale constructie. Hè? Er zijn 42 genders. Je mocht er voor mij 15 opnoemen. Start. Nee, het zijn niet de slimste mensen ter wereld. Nee, maar het is gewoon ook verzonnen. Het is een gevoel, het is een constructie waar wij niet in meegaan. En ja, wij zijn niet extreem erin. Hè. Zullen we eens gewoon
blinde test doen wat mensen erover denken? Niemand gelooft dat er 42... Er is geen meerderheid die denkt dat er 42 genders bestaan. En het concept dat ik wil duidelijk is niet omdat je een gevoel hebt dat er rechten uit voortkomen. Van mij mogen mensen zich ombouwen als je gelukkig voelt in een rok of met een broek of een omgebouwd leven en laten leven. Maar je mocht niet aan mij verwachten dat ik zeg, geen probleem, pas u pas maar aan. Doe maar mee met de vrouwensportcompetitie. Daar trekken wij wel een lijn. Zo simpel is het. Want als ik mij morgen... Ik voel me eigenlijk... Ik ben een oude ziel en een jong lichaam, Riad. En ik voel me eigenlijk 70. Mag ik op pensioen gaan? Iedereen gaat dat gek verklaren. Maar als ik plots een vrouw ben, gaan er de rechten uit puren. Ja, ik zou kunnen argumenteren dat dat discours een beetje... Waarom is mijn gevoel minder waard dan het gevoel ik voel mijn vrouw? Maar dat gaat niet zozeer over een gevoel, maar dat is dan om de duur, dat is een wetenschappelijke discussie. En ik moet zeggen, ik ben niet wetenschappelijk genoeg onderlegd om die dan aan te gaan. Dus ik ga nu een heel flauwe brug maken terug naar politiek. Misschien moet ik u eens opnieuw uitnodigen als we een specialist in huis hebben over dat soort onderwerpen. Bodalwijn, die vroeg zich nog af, is er een minister in de federale regering waarvan u vindt dat hij of zij wel goed werk levert, of waar u wel veel sympathie? En ja, JL, Riad, weet je eigenlijk iets? Ik weet inderdaad niet zo heel veel. Ik heb één regel in het programma, gewoon beleefd blijven. Dat is alles. Al de rest zijn de opmerkingen welkom. Kan u een compliment geven aan iemand in de federale regering? Er kijkt toch niemand door. Politiek gezien niet, want ik vind het beleid over de hele lijn een flop. Wat ik misschien een bloemetje wil naartoe werpen, en dat gaat dan verbazen, en dat heeft niks te maken met het vorige verbazen. Thema. Verbazen? Moet ik raten dan? Ja, je mocht raden, maar ik ga het u zeggen, want ik heb het ook al eens gezegd in de zondag. Ik vind dat mevrouw De Sutter zeer correct is in commissies. Komt er een opmerking van onze partij, dan neemt ze het soms mee in haar beleid. En dat doen te weinig ministers. Want men denkt soms dat de oppositiepartij er zit alleen maar om kritiek te hebben, maar soms is die kritiek verbazingwekkend ook gegrond en kun je ermee aan de slag gaan. Ik denk dat je steviger wordt of beter wordt als minister als je ook alternatieven of kritiek durft meenemen in je beleid. Er zijn heel veel mensen die hier opeens droppen mening over nul tolerantie alcohol in het verkeer. Ik heb hier nu al heel veel zien passeren. Ook over Sandra Dia, maar dat hebben we het begin van de uitzending gehad, dus dat kan je straks We zijn kijken. Voor strenge straffen, we zijn voor hogere straffen en we vinden dat straffen te licht zijn. Maar niet voor nul tolerantie in het verkeer. We vinden de huidige wetgeving voldoende, omdat ik vind wel dat je, als je één glas wijn drinkt tijdens het eten, dat je niet een gevaar bent op de weg. Dat moet kunnen, nog één glas wijn. Geen drie. En we moeten heel consequent erin zijn. En ik zou graag eerder ook een nul tolerantie zien, want de meeste ongevallen, veel ongevallen, we zien dat stijgende statistieken, gaat over druggebruik achter het stuur. Minstens even gevaarlijk. Noah van de Putten stelde nog een heel persoonlijke vraag. Als een van uw kinderen ooit uit de kast komt, mag die dan van u een gezin starten? Ja. Dat kiest je niet voor, hè. Als het kind maar gelukkig is... Oké, dat is een belangrijke. Dus op wie dat je verliefd wordt, daar kun je toch echt niks aan doen? New York, zegt New York Christophe. Riad, ik vind het spijtig dat je Tom niet gevraagd hebt om hem te laten distancieren van Dries met de regenboogvlag Brugge. Ik heb daarover gezegd, eerst is niet de regenboogvlag, is die transgendervlag dat hem mee aanviel. En ik heb gezegd dat ik die actie niet zou doen. We gaan nog gewoon eens... Ik wil er eigenlijk doorscrollen, maar het is zoveel. Wat is realistisch gezien uw best-case scenario voor 2024? Wat is uw worst-case scenario? Want normaal heb ik traditie, het is 9:10. We moeten stilaan afronden. Dus als we nu kunnen afspreken dat ik hier nog snel een aantal vragen wil doen, maar dat je echt kort antwoordt, dan kunnen we er nog snel een paar tussen pakken. We hebben meestal de neiging om in slogans te antwoorden. Dus als ik het moment heb, dan antwoord ik wat langer. Het is goed, doe maar. Dus die vraag. Wat is uw best-case scenario 2024? 50% halen. Dat is niet genoeg, hè? Alleen 50%. En in worst case? Geen 50%, nee. Is dat er het momentum gepasseerd is, dat hij in 2019 lag en niet in 2024, dat N-VA en Vlaams Belang niet samen 50% halen, waardoor Vivaldi verder kan gaan en we nog meer migratie, meer belasting en meer onveiligheid krijgen. Oké. Veel mensen hebben ook vragen gesteld in het algemeen over klimaatbeleid. Ja. Met Tom van Grieken in de Vlaamse regering, of ook wij, wat aan wil het zijn, hè, in de federale regering. Wat verandert er op dat vlak? We gaan de mensen niet onnodig op kosten jagen. Ik vind dat bezorgd zijn over klimaat een goede zaak is. Dat is trouwens een conservatief idee. Beschermend zijn, dat is onze natuur beschermen, zijn we voor. Heel veel mensen met een bompa
het was niet mijn echte Bompa, want de Bompa was actief bij de Volksunie en deed de betogingen voor groentebouwen en bossen en dergelijke meer. Dus dat slaat heel nauw aan bij wat wij willen. Maar heel vaak wordt de groene ideologie of de klimaatideologie misbruikt om een linksagenda door te voeren. En vooral veel groene voorstellen van de Partij Groen zijn dure voorstellen. Maar wordt klimaatneutraal Europa tegen 2050? Is dat oké voor u? Dat is idealiter, maar mensen, dat is onhaalbaar voor de simpele reden. Mensen kunnen geen Tesla betalen, dat is alleen voor de rijke happy few. Mensen kunnen niet massaal zonnepanelen leggen, want veel mensen huren. Alle groene stroom is dure stroom, dus je kunt niet alles. En als je dat is een lange aanloop om te zeggen nee. Maar bijvoorbeeld als je CO2-neutraal wilt zijn, dan moet je inzetten op kernenergie, wat onze partij al 45 jaar zegt. Want kernenergie doet nul CO2-uitstoot. Wilt je dat halen? Massaal de kerncentrales laten draaien. Oké, we zijn nog een keer aan het scrollen. Hoe gaat u Bart De Wever overtuigen in 2024? Daar hebben we het over gehad, ja. Dat kunt je straks. Wat is uw standpunt over abortus? Vraagt Febe zich af. Ook een heel gevoelig onderwerp in de wetsraad deze dag, de voorbije maanden. Ja. Abortus moet voor ons kunnen in drie gevallen. Wanneer het leven van de vrouw in gevaar is, wanneer er het kind niet levensvatbaar is en bijvoorbeeld bij verkrachting. We vinden de wetgeving zoals ze nu is verregaand genoeg en we willen geen verregaande versoepeling. Okay. De huidige wetgeving is voor ons al verregaand genoeg. Ik zie dat hier een zekere Michel, dat is nu al weg. Er was iemand heel vaak de vraag aan het droppen. Hier, Maxime Eekhout, Vlaanderen onafhankelijk of Vlaanderen met Nederland? Die mens wil dat heel graag weten, want die dropt dat hier om de twee minuten. Ik ben zelf een groot Nederlander, maar het partijstandpunt is Vlaamse onafhankelijkheid. En als we onafhankelijk zijn, nauw samenwerken met Nederland. Beeld u zien dat we hetzelfde wegeninfrastructuur zouden hebben en dezelfde begroting. Dat zou best logisch zijn. En ik zelf ben getrouwd met een Nederlandse, dus in dat vlak homologeer ik mijn groot Nederlandse gedachten. Mag Di Bono, is Vlaams Belang racistisch? Absoluut niet. Het Vlaams Belang is een Vlaams nationalistische partij, maar geen racistische partij. Wij willen dat ieder volk recht heeft op zijn eigen staat. En met de mensen die er zijn over het migratiestandpunt, heel kort, want ik wil dat kort antwoord, is we willen die migratie stoppen. En met de mensen die er zijn, ongeacht hun huidskleur, of ze nu paars, bruin, wit stippels hebben, daar maken we het Vlaanderen van morgen mee. Als er een migratiestop is. Wat dat niet gaat lukken, dat weet u. Met drie groepen mensen maken we wel niet Vlaanderen van morgen. Wanneer mensen hier komen om alleen te profiteren van onze sociale zekerheid. Wanneer mensen alleen naar hier komen om criminele feiten te plegen. En als mensen hier komen en ideologie willen implementeren, een religieuze ideologie, waar mannen en vrouwen niet gelijkwaardig zijn en homoseksueel maar van gebouwen gegooid moeten worden, daar bouwen we niet het Vlaanderen van morgen mee. Dus migratiestop, met de mensen die hier zijn, maken we het Vlaanderen van morgen. Drie groepen niet, profiteurs, criminelen en religieuze fanatici. Maar hoe dat die migratiestop er ooit gaat komen, vind ik ook nog zeer interessant. Maar als ik Denemarken vraag, doet zijn uiterste best. Als ik die vraag ga stellen, dan zijn we weer vertrokken voor een uur. We moeten stilaan afronden. Ik zal u misschien verlossen van ambetante vragen. Er zijn nog een aantal... Mag ik iets anders zeggen? Ja? Ik vind het leuk dat kijkers aan het woord komen. Ja, maar ik wil me meteen wel verontschuldigen, want er zijn gigantisch veel vragen, dus we hebben er heel veel niet kunnen doen. Maar bijvoorbeeld Samuel Knight, wat is uw lievelingseten? En nu ga ik even het niveau laten zakken. Ik heb niet echt... Ik eet eigenlijk echt alles graag. Ik ben verzot op rijstpap met bruine suiker. Oké. Ja, ik denk niet... Maar is dat niet spectaculair genoeg? Nee, wat is uw headline? Trektamin, wat is uw lievelingsdier? Ik sta een dieptepunt in mijn leven dat ik deze vraag stel. Ik heb geen idee. Ik vind honden leuk. Ja, ik heb er niet zoiets. Daar ben ik een beetje ontgroeid, die vragen. Ja, iemand zei, dit is raar, inderdaad. Het was een rare vraag nu. Ik moet ook nog zeggen, waarschijnlijk, het is een lastige week voor u. Dankjewel. Want u bent beerschot van. Ja. Dus het is een heel moeilijke week voor u geweest, hè? Nee, eigenlijk niet. Omdat ik voor het Antwerps voetbal ben. En dat klinkt nu heel cliché. Ik ben gewoon beerschot van, omdat de eerste match die ik ben gaan zien voor beerschot was. En ik ben nogal een loyale mens. Eens je keuze maakt, blijf het erbij. Ik vind het heel goed voor Antwerp dat ze zo'n geweldige prestatie hebben neergezet. Ik vind het vooral heel goed, want iedereen vergeet dat. Antwerp heeft er jarenlang in tweede klas gevoetbald. En die hebben echt een trouwe schare fans die nooit in de steek hebben gelaten. Dus voor mij mag Antwerp alle matchen winnen, behalve de matchen tegen de echte ploeg van de stad, de Beerschot. Dat is weer een heel politiek correct antwoord. Nee, dat is gewoon een eerlijk antwoord. Nog eentje om af te rollen, want die is heel vaak binnengekomen ook. Ishwar Patak, maar ook andere mensen vroegen het. Hoe kijkt het Vlaams Belang naar de miljonairstax?
Ik vind het onaanvaardbaar dat multinationals die de beste boekhouders en financiële adviseurs kunnen betalen, minste belastingen betalen. Een kleine zelfstandige zit in de hoogste schijf, een multinational geraakt weg met tal van constructies, fiscale constructies. Daarom moeten we onze fiscaliteit ernstig vereenvoudigen. En wij zijn niet tegen het principe dat een vermogenswinst eventueel belast zou worden. Maar we moeten er wel intelligent mee omgaan, want in Frankrijk hebben ze dat ooit ingevoerd. En iedereen was ribbe de bie. Want het nadeel aan kapitaalbelasten, dat al immens veel belast wordt in België, is dat je kapitaal met een simpele muisklik kunt verplaatsen van land weg van de wetgeving. Oké. Mag ik nog iets anders zeggen? Ja. Mochten mensen nog echt op een vraag zitten, stuur mij gewoon een mailtje. Of stuur een berichtje op Instagram of Facebook. Of stuur naar tom.vangrieken@vlaamsbelang.org. En ik zal samen met mijn medewerkers zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Wat ik vind, want dat politici blijft, dat te weinig doen. Het komt inderdaad nog altijd binnen aan een rotvaart. Je waart ermee aan het lachen voor deel 2 te doen volgend seizoen. Hè? Nee, maar ik kan het gewoon even niet volgen. Dus we gaan netjes afronden. Er wil zelfs iemand een postduif sturen. Een postduif sturen. Ik zal afronden met iemand die een compliment geeft van het was een toffe uitzending, dank u wel. Dat is altijd fijn om te... Wat doet u nu als u thuiskomt om de dag, de waan van de dag, los te laten? Ja, ze slapen nu jammer genoeg. Het grootste plezier is mijn kinderen in mijn handen nemen. En ja... Ik ben een beetje een politieke nerd. Ik doe dit echt doodgraag om politiek doen. Het is me niet aan politiek laten werken. Dat want dat heb ik nog niet gevraagd, maar dat wou ik dus altijd al vragen. Het lijkt je lievelingskleur? Nee, het lijkt me ook gewoon nog... Het lijkt mij ook vermoeiend om Tom van Grieken te zijn in die zin. Jullie zijn al zo lang in de oppositie. Jullie zijn altijd boos of verontwaardigd over iets... Over een groep, over iemand die iets doet, over een voorstel, over een ding. Het lijkt mij een bijzonder vermoeiende manier om aan politiek te moeten doen, om je altijd te moeten afzetten tegen iets, iemand of een beleid of een beslissing. Terwijl als je beleid kan voeren, kan je iets doen. Daarom wil ik graag beleid voeren. En ik denk dat je beter een politicus kunt hebben, ik ben niet altijd boos, maar die altijd verontwaardigd en boos is, dan cynische mensen. Want Riet, als ik cynisch word in de politiek, dan wil ik stoppen met de politiek. Heel die wedstrijd, heel dat parlement loopt rond met cynische mensen die eigenlijk niet meer wakker liggen van verkiezingen wat mensen vinden. Zolang je mij nog boos krijgt, of passioneel, of vurig, dan heb je een goede politicus voor u, of nu een linkse of een rechtse is, want dat betekent dat je geëngageerd bent. Dus hoera, meer passionele en dus soms ook boze politici. Oké, ik zou zeggen merci om tot in mijn living te willen komen. We gaan hier afscheid nemen. Dit was Bel Ria, het is de naam van het programma. Ik heb dat zelf niet uitgevonden. En je kunt niet bellen. Je kunt helemaal niet bellen, bedenk ik me dit. Wie deze uitzending wil herbekijken, kan dat doen op het YouTube-kanaal van VRT Nieuws. En daar staan ook nog een aantal andere uitzendingen met politici van andere strekking. Wie graag eens wil horen wat de PvdA te vertellen heeft, of premier De Croo, kan ook daar nog altijd terecht om die te herbekijken. Bedankt voor het kijken, nu alleszins. Bedankt voor uw tijd, Tom. Bedankt, Riad, zegt Joël. Merci, we gaan hier afronden. Tot een volgende. Salut, bedankt. Bye-bye.